kan met meer dingen wegkomen. Denk ik, hè? Kan ook gewoon heel anders zijn. Maar ik ben geen vrouw, dus ja. Ja, ik ben altijd blij met die opvliegen, want meer dan fietsen, of bij de fietsen, Maar mij lijkt het gewoon vervelend om er zo eentje te krijgen terwijl je niks aan het doen bent. Ja. Dat lijkt mij vervelend. Alleen, als ik op het water kom, dan houd ik er niks in je bed. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, ik vind of je het minder erg als mensen wat. Ik vind het minder erg als mensen wat. Ik vond het juist om de vrouwen te blijven schijnen. En nu deze prijs eigenlijk op één hoop wordt gegooid, is het voor vrouwen van veel moeilijker nice. Om genomineerd te worden. Dus er misschien helemaal geen vrouwen genomineerd worden, omdat er zoveel mannen in de radiowereld zijn. Of misschien af en toe een enkele. En ik denk dat het heel belangrijk is om juist ook voor jonge vrouwen, of jonge vrouwen radiomakers, om wel die vrouwen te zien winnen. Ik weet nog toen ik met de radio begon, was Claudia Breij heel vaak in de les. Annemieke Schoorhout later ook. Dat zijn vrouwen geweest die voor mij heel inspirerend hebben gewerkt. Om ook maar de top te klimmen. En ja, ik ben gewoon bang dat we met de prijs samenvoegen, dat we gewoon ja, bij die vrouwen niet gaan zien. Maar ik heb het dus bij de filmprijzen ook al het geval. Mag